Het is een etappe met een verhaal, want hier is de nummer 2 in het klassement op bezoek bij de rondearts. Robert Gesink is gevallen. Heeft zijn knie geblesseerd en zijn elleboog. Maar kan zijn weg in elk geval vervolgen, net als Mosquera, de nummer 6 in het klassement. Ook hij lag bij die valpartij op de grond. En dan hebben we ook nog een kopgroep. Liebe Westra, natuurlijk, hij er weer bij. En Martijn Maaskant. Twee Nederlanders dus in een kopgroep van 5 man. Het peloton probeert daarachter wel tempo te maken. Maximale voorsprong 6 minuten 52. En hier zien we de schade bij Robert Gesink. Bloed aan de elleboog en ook bloed aan de knie. Liebe Westra monstert eens even de concurrentie. Kijk naar Martijn Maaskant. En dan rijdt het peloton wel hard, maar dan lijkt het erop dat op 9 kilometer het gaatje toch te groot is. 1 minuut en 13 seconden. Martijn Maaskant denkt dan, nu moet ik wegwezen. Nu moet ik proberen solo aan te komen in Talavera de la Reina. En dat ziet er goed uit voor de Nederlander, die al vierde werd in een toeretappe dit jaar. Op weg naar Besançon. Maar daar sluit een Fransman aan. De jonge Anthony Roux, 22 jaar oud pas. Peloton zit er vlak achter. En dan wordt de grote vraag, gaan die twee het redden? Kan Maaskant bij Roux blijven? Hier het bewijs. Roux rijdt weg bij Maaskant. En dan kijkt Maaskant om en dan ziet hij dat hij al ingelopen wordt door de ploegen met de sprinters. Roux zet alles op alles om uit de greep te blijven van het peloton. En dat gaat hem net lukken. Hij wordt de winnaar van de dag. Maar de zorgen zijn er om Robert Gesink.